Welkom weer terug bij de Survival. In de vorige video van Mick hebben we deze veiligheidsbunker gemaakt. Als er wat fout gaat, kunnen we hier schuilen en gebruik maken van de wapens die er liggen. Dat is natuurlijk echt super chill, maar vandaag ga ik me bezighouden met wat anders. Ik ga vandaag namelijk op deze plek het grootste gebouw van Kleurstad maken. Maar voordat ik jullie ga vertellen wat dat voor gebouw wordt, ga ik eventjes mijn automaten leeghalen. Ja, mocht je die video nog niet gezien hebben, ik heb dus laatst een heleboel automaten in Kleurstad geplaatst. En je ziet het hier, gooi één kopper voor één cookie. Dus op het moment dat je je koper ingooit, dan komt er een koekje uit. Ja, de mensen die het al gezien hebben, die denken, Giel, waarom vertel je het nog een keer? Nou ja, dit is voor de mensen die het nog niet gezien hebben. En 18 mensen hebben een koekje gekocht. En ik ben weer 18 koper rijker. En dat is natuurlijk hartstikke chill. Ik zie wel dat ik één deurblokje te weinig kom, dus ik hak er eventjes eentje weg. Wacht, ik moet eigenlijk nog eentje hebben, dan kan ik dit even lekker snel doen. En ik heb trouwens ook een schepje. Waarom doe ik het met de hand? En hier hebben we de kogels. En even kijken hoeveel zijn die gekocht. 10 kogels zijn gekocht. Wat echt super grappig is, want eigenlijk heb je volgens mij, zijn Mick, maar 3 koper nodig om één zo'n kogel te maken. Dus ze betalen gewoon veel te veel zonder dat ze doorhebben. Ik ga de rijkste persoon worden in Kleurstad. Dat is één ding wat zeker is. Kijk eens, ik heb ook weer 6 iron hiervan. Echt, dit is gewoon zo'n chill farm eigenlijk. En hier hebben we 3 diamonds. Hey, let's go. Dat betekent dat er 3 granaten zijn gekocht. Het is soms best lastig om natuurlijk buskruid te verzamelen om een granaat te maken. Dus ja, de mensen die er geen zin in hebben, die kopen er gewoon hier eentje. Ik ben wel benieuwd wie nou degene is die de hele tijd al die dingen koopt. Want Mick heeft volgens mij de vorige video wat dingen gekocht voor de bunker hier. Wow, yo, er zijn 21 broodjes verkocht. En die lantaarn heb ik er waarschijnlijk zelf in gegooid, omdat ik honger had. Want je kan dus gewoon elk blok wat je maar wilde ingooien. Kijk, als ik nou een kogeltje erin gooi, dan komt er alsnog gewoon... Oh, wacht, ik gooi hem verkeerd. Zo. Dan komt er alsnog gewoon een lekker broodje uit. Nou, is dat niet even fantastisch? Maar dat weet de rest niet, dus vertel het zeker niet door. Maar, jullie vragen je natuurlijk allemaal af wat ik vandaag ga maken in de survival. En dat wordt een chestenkamer. Want we hebben echt heel erg weinig opslagruimte. En ja, alles ligt nu verspreid bij iedereen in zijn huis. En het is gewoon niet handig, oké? Het is gewoon veel makkelijker als iedereen op één plek al zijn spullen neerlegt. Dan kan de rest er ook van gebruiken. En dan denk ik dat we er allemaal heel erg mee geholpen zijn. Dus ja, dat staat er vandaag op de planning. En ik heb een beetje een soort van een modern design in mijn hoofd. Dus dat ga ik zeker doen. En daarvoor heb ik al deze blokken verzameld. Ja, het zijn een hele hoop blokken. Van deze lime concrete powder wil ik een soort van gras gaan maken. Wat je dadelijk gaat zien. Het gaat er heel vet uitzien, denk ik. Hier hebben we natuurlijk nog wat wit glas wat in de ramen gaat komen. En hier hebben we wat spruce planks. We hebben grey concrete, wat we gaan gebruiken voor de muren onder andere. En we gaan ook stukken muren maken van smooth quartz blok. Dus ja, dat wordt ontzettend vet, denk ik. En voor de rest heb ik hier nog wat slabs. Die komen eromheen om een soort van mooi vierkanten van te maken van het hele gebouw. Jullie gaan er dadelijk allemaal zien. Ik heb hier nog wat dirt, wat chesten. Want ja, chesten heb je natuurlijk nodig voor in een chestenkamer. En ik heb hier nog wat item frames. En die moeten op de chesten, zodat iedereen weet welk item in welke chest moet. Is ook wel zo handig. Oké, weet je wat? We gaan maar gewoon gelijk beginnen. En we beginnen met het pakken van wat smooth quad blocks. Zo, hoppakee. Daar moeten we al een heel eind mee komen. En ik denk dus dat dit het grootste gebouw gaat worden wat Kleurstad ooit gezien heeft. Misschien zelfs wel groter dan het museum. Want dit is op dit moment natuurlijk het grootste gebouw. En ik weet dat ik het een tijdje niet heb gedaan. Maar jullie kunnen weer abonneren om op de muur te komen. Aan het einde van de video ga ik weer wat mensen toevoegen op de muur. Deze muur is nog een beetje leeg. En dan hangt hier een item frame. Ga weg, wat doe jij hier? Maar goed, laten we maar gewoon beginnen met bouwen. En we beginnen denk ik op deze plek een beetje zo. Hoppakee. En trouwens, ik denk dat ik het toch wat mooier vind om even met een ander blok te beginnen hier. Ik pak er gewoon eventjes wat spruce wood bij. Even kijken. Dan hebben we hier 1, 2, 3 zitten we ervan af. Ja, dat vind ik op zich wel goed, denk ik. Ja, ja, ja. Weet je, ik begin gewoon hier met bouwen. En dan gaan we hier 3 omhoog. En dan laten we hier 2 blokken open. En dan gaan we hier ook weer 3 omhoog. Dit wordt dadelijk het eerste raam. Dus eigenlijk zou ik dit al best wel in kunnen vullen met glas. Waarom ook niet? Hoppakee. En hier gaan we weer 3 rijen omhoog. En dan gaan we dit weer invullen met glas. Maar dit raam wordt eentje hoger dan de vorige. Want ja, een beetje variatie is natuurlijk altijd leuk. Hoppakee, hoppakee. En dan zetten we hier weer 2 mooie glasblokjes neer. En dan vullen we die boven nog op. Bam. En dan maken we er hier ook gewoon 2 rijen van. Het moet een groot gebouw worden, mensen. Laat dat duidelijk zijn. Kijk, au, dat deed pijn. We hebben hier het eerste gedeelte van het gebouw staan. Maar ja, dit is natuurlijk nog lang niet alles wat we moeten maken. We gaan gewoon meteen door. En dat gaan we doen met deze grey concrete. En die gaan we eventjes 2 breed maken zo. Hoppakee. En dan bouwen we deze 2 hoger dan dat de spruce muur was. En dan ga ik hier ook meteen eventjes beginnen met het quartz gedeelte. Echt, er komen heel veel blokken in dit gebouw. En het gaat er echt heel erg vet uitzien, mensen. Geloof me, oké? Het wordt vet. Kijk, we hebben nou deze pilaren. En die gaan we hier allemaal eventjes netjes aansluiten aan elkaar natuurlijk. Dan pak ik mijn glas er weer bij. Hoppa. En dan gaan we dit gewoon even allemaal lekker invullen zo. Hoppa, wat mooi. Prachtig. En ik denk dat ik dit eigenlijk gewoon nog eentje hoger wil maken. Waarom niet? Anders is het gewoon precies dezelfde hoogte als dat raam. En ik denk dat het er leuker en meer speels uit gaat zien
als we een beetje... Ja, als we het niet zo heel symmetrisch gaan maken allemaal. Ik denk dat dat het beste is. Dus dan plaatsen we dit weer even dicht zo. Hoppakee. En dan zetten we hier nog even 1, 2, 3 raampjes neer. En de voorkant begint er echt al wel leuk uit te zien, dan zeg ik het zelf. En nu ga ik hier nog even een rij aanmaken met dit witte concreet. En ik maak er gelijk eventjes nog een rij aan vast zo. Hoppa. En dan gaan we weer even naar beneden. Want deze die moet toch nog even eentje langer, denk ik. En dit gaan we hier eventjes mooi aansluiten. Zo. En dan doen we er even nog een mooie rij op. En dan gaan we hier weer eventjes wat mooie pilaren maken op deze manier. En ga ik dit ook gelijk even invullen met glas. En dan zetten we hier nog even overal wat glas neer. En hier natuurlijk... Wow, hier natuurlijk ook. Hoppa. Oh nee, wacht. De bovenste die mogen er weer af. En dan doen we zo. Kijk, ik denk dat dit er... Ah, ik ga zoveel damage krijgen deze video. Ik spring gewoon altijd maar lekker naar beneden. Maar goed, het ziet er al best wel goed uit. Maar nog niet goed genoeg natuurlijk. Want ik denk dat het leuk is om hier een ander soort raam te doen. Dan doen we gewoon zo. En dan zo. En dan, wacht, hieronder moet natuurlijk ook nog een blokje. Bam. En dan gaan we hier eventjes 4 blokjes plaatsen. Hoppakee. Of 4 glasblokjes bedoel ik. En hier gaan we gewoon precies hetzelfde doen. Hoppakee. En dan gaan we zo. En dan zo. En dan zo. Hoppa. Kijk. En ik denk dat dit er wel vet uitziet. Jazeker. Oké. Dit begint er echt super ziek uit te zien. Als we een chestenkamer maken, dan moeten we natuurlijk wel goed doen, hè mensen. Hier moet ik dit ook weer eventjes gaan aansluiten. Want hier komt dadelijk ook nog de ingang onder. En dan gaan we hier nog even een mooie pilaar erbij bouwen. En dan gaan we hier net zoals aan die kant weer een mooie pilaar maken. Kijk eens even. Hoppakee. Kijk, dit ziet er op zich al wat top uit. Oh nee, ik moet hem nog een stuk hoger maken. Hoe kan ik dat nou weer vergeten? En kijk eens even, dit is een stuk beter. Ik hak ook eventjes dit lange gras weg. Want dat zit natuurlijk helemaal voor jullie neus als ik telkens het huis laat zien. Kijk eens even. Nou, we komen al ergens. En ik zie nu al dat ik dit al eventjes weg mag hakken hier. En dit mag alvast even een stukje verder uitsteken. Zo. En ik pak er eventjes wat quartz blocks bij. En hier maak ik gelijk nog eventjes een laag er tegenaan. En hier gaan we een soort van balkon maken straks. Gewoon omdat het kan, weet je. Zo. En dan gaan we hier weer een stukje omhoog. Kijk. En dan maken we dit hier zo mooi dicht. Zo. Hoppakee. Alleen denk ik dat het mooier is als dit eentje lager is dan dit grijze blok hier zo. Oké. Hier ga ik eventjes een hele rij maken. Ik moet er nog 1, 2 en 3, 4 blokjes aanmaken. En dan ga ik dit meteen ook eventjes mooi uitbreiden hier zo. Dit moet namelijk echt super lang worden. Kijk, zoiets ongeveer. En dan komt daar dadelijk nog een mooi balkonnetje. En dan maken we hier nog even een pilaar zo. En dat doen we hier aan het einde ook. Hoppakee. En hier gaan we even een mooie lijst maken met sprucewood, om het maar zo te zeggen. Hoppakee. En dat doen we hier dan ook. Oh, wacht, die is verkeerd geplaatst. Ik heb ook gewoon geen axe meegenomen. Dat is ook zo dom. Maar goed, die haal ik dadelijk wel even. Eens even kijken zo. En dan plaatsen we hier nog 2 blokken. Kijk. En dat is iets wat we hier ook gewoon even lekker gaan doen. En kijk eens even. Dan hebben we 2 lijsten. En dan gaan we hier... Of lijsten, kozijnen bedoel ik. Jeetje, wat zeg ik allemaal. Maar goed, maakt niet uit. We gaan ze gewoon eventjes lekker invullen zo. Hoppakee. En nu gaan we hier nog even een mooie rij met sprucewood toevoegen. Kijk eens even mensen. De voorkant begint er al best wel vet uit te zien. Ik ben alleen daar het balkonnetje vergeten. Dus laten we die maar eens eventjes lekker gaan toevoegen. En even kijken. Dan maken we het balkon gewoon helemaal tot hier. Kijk eens. Dat ziet er al veel beter uit. Wat ik nu hier ga doen is eventjes een mooie muur bouwen. Dat gaan we nog wel vaker doen vandaag, denk ik. En hij mag nog eentje langer. En wat we dan nu gaan doen is dit eventjes opvullen zo. Tot hier, denk ik. Ja. En dan maak ik dit ook even helemaal dicht. En dan komt hier dadelijk de voordeur. Maar ik vind het denk ik ook nog wel mooi als hier wat lief staan. Zo op deze manier. Hoppa. Kijk dan. Ja hoor. Dit gaat er echt super ziek uitzien. En ik ga hier gelijk eventjes de voordeur erin maken. En die zetten we mooi zo neer. Kijk, dan wordt dit dus dadelijk de voordeur van deze opslagruimte. En jullie moeten even voorstellen dat dit dus een vierkant wordt. Dus het loopt ook nog veel verder door naar achteren dadelijk. Dus dat gaat heel erg vet worden. Ik ga hier gelijk even verder met deze muur. Want deze muur die wordt wel leuk. Dit moet namelijk helemaal doorlopen tot aan beneden. Hoppakee. Dan hakken we dit blokje nog even weg zo. Bam. En dan kunnen we hier op zich nog wel wat van die mooie leaves neerzetten. Dan ziet het er denk ik ook wel vet uit. Dus even kijken. Ja, ja, ja. Dat is top. Ik ben hier alvast begonnen aan de volgende muur. En ik heb eindelijk een X gemaakt. Het was echt nodig. En hier gaan we dadelijk een raam maken. En dan houdt hier het raam weer op. Dat wordt gewoon een leuk klein raampje. En dan mag dit hier weer dicht. En dit moet dadelijk helemaal naar boven gebouwd worden. Maar eerst pakken we eventjes wat glas. Want een raam is natuurlijk helemaal niks zonder glas erin. Anders kun je er zomaar door naar binnen. En daar is toch echt de voordeur voor gemaakt. Oké, nou laten we dit maar eens even invullen dan. En kijk eens even. Deze zijkant is af. Of nee, toch niet. Hij moet nog helemaal doorlopen tot daar. Ik denk dat het eerst even handig is om hier de vloer een beetje in te gaan vullen. En ik wil dat gaan doen met stone bricks. Ik denk dat dat toch gewoon een beetje...
beste uitziet. En kijk eens even, dit is stukken beter. En ik heb al een vet idee wat ik hier met deze muur wil gaan doen. Zeg maar, de muur deze, zeg maar. Die wil ik niet van spruce wood laten, want dan wordt het echt één groot blok vanaf de achterkant. En het is niet dat we vaak daar komen, maar misschien wordt Klusstad ooit groter. En dan is het natuurlijk wel mooi als het ook vanaf de achterkant mooi is. En daarom heb ik dit bedacht. We gaan hier eventjes een hele paal maken op deze manier. En dan maken we er hier nog eventjes eentje aan zo. Hoppa, dan kan deze weer weg. En dan leek het me eigenlijk wel heel erg vet om op deze manier iets te gaan bouwen. En ik ga hier weer eventjes opspringen. Ah nee, ik moet weer eentje lager zijn. Oké, wacht, dan plaats ik hier even een blok. Dan haal ik deze weg. En dan zet ik hier weer even een blokje onder. En dan ga ik hier weer even twee blokken plaatsen zo. Hoppakee. En ik heb alles gemaakt. Nu moet er alleen nog hier eventjes een pilaartje komen zo. Hoppakee. Zo, hoppa. En dan ziet het er vanaf de zijkant zo uit. Maar dit is natuurlijk echt nog lang niet mooi genoeg. En daarom ga ik hier allemaal kwarts pilaren maken. En die komen dadelijk vast aan dit grijze ding. En hier zie ik al dat ik eigenlijk gewoon eventjes ook dit moet doen met hout. En dan ga ik deze pilaren gewoon zo allemaal maken. En dan moet ik blijven jumpen, anders moet ik weer helemaal omhoog bouwen. En geloof me, dat heb ik vandaag al heel erg vaak gedaan. Dus daar heb ik niet zoveel zin in. Oké, dan bouwen we dit even gelijk helemaal zo hoog. Ja, en dan moet deze ook zo hoog. Hoppakee. En ze moeten zeg maar aansluiten tot waar de grey concrete stopt. Dus deze moet zo hoog en deze moet ook eentje hoger trouwens. En dan gaan we hier weer even een mooi paaltje maken. En hier natuurlijk ook weer. Hoppakee. Nee, mijn blokken zijn... Oh, ze zijn niet op. Oké, top. En dan bouwen we dit nog omhoog. En nu moet er eigenlijk alleen nog maar glas tussen. En kijk eens aan, dat ziet er veel beter uit. En nu wil ik eigenlijk ook hetzelfde aan deze kant doen. Dus laten we daar maar gewoon mee beginnen. En nu heb ik hier ook even muur gemaakt. En nu staat hij precies gelijk als het goed is met deze muur. Ja, zeker. En nu moeten we dit ook aan deze kant gaan maken. Dit gaat zoveel tijd kosten. We zijn een hele tijd verder. En kijk eens, het begint echt wel ergens op te lijken. En ik heb hier de achterkant ook gemaakt. Ik dacht van, yo, dit ziet er eigenlijk best wel nice uit zo. Ik ga het gewoon lekker simpel doen. Lekker veel ramen, zodat er veel licht binnenkomt. Ik ben er tot nu toe heel erg tevreden mee. Maar jullie zien het ook al. Ik wil eventjes dit stuk dak erop maken. En dat gaat heel veel tijd kosten. Dus ik zou zeggen, geniet van de timelapse. Kijk, dat ziet er al stukken beter uit. Oké, we gaan hier ook nog even een mooie rij neerzetten. Zo, kijk eens even. Want op dit stuk moet natuurlijk ook nog allemaal dak komen. Echt, dit is denk ik wel op het museum na misschien het grootste dak. Nou, ik denk echt dat dit het grootste dak is trouwens. Ik heb echt nog nooit zo'n groot dak gemaakt. Oh, dit is echt niet normaal. En ik denk dat het dus leuk is om dit allemaal op één niveau te doen. En het dan hier even eentje verder door te laten steken. Zodat het lijkt of dat dit het dak is wat hier dan weer ophoort. En ik moet zeggen, ik vind het er helemaal niet verkeerd uitzien dat dak. Nou, laten we de rest ook maar even invullen. En kijk eens even, dames en heren. Dit is toch top? Oh, ik ben er super blij mee met het dak. Het gebouw zelf is nu in principe helemaal af. Alleen hebben we nog één probleempje. Ja, kijk, de binnenkant is helemaal leeg. Er moet hier nog een of andere verdieping opkomen. Aangezien we ook bij het balkon moeten komen. Dat is natuurlijk wel zo leuk. Anders heeft dat balkon letterlijk helemaal geen nut. Dus er is nog wel wat werk aan de winkel. Ik denk dat ik hier gewoon een verdieping op ga maken met spruce wood. Want dit sluit heel erg goed aan elkaar aan. Dus ik denk dat dat er wel vet uit gaat zien. En de verdieping moet natuurlijk hier beginnen. Laten we dit ook maar eens even gaan opvullen. En kijk, dat ziet er al een stuk beter uit zo. En ik denk dat ik op deze plek een trap ga maken. Maar die moet ik dan wel eventjes zorgen dat er zeg maar ook nog genoeg loopruimte is. Dus even kijken. Ik denk dat ik hier een gat ga maken zo. Hoppakee. En ja, weet je, dan hak ik dit ook wel weg. En dan kunnen we hier gewoon beginnen met het maken van de trap. En ik vind het altijd leuk om ook trappetjes aan de onderkant te doen. Dat is sowieso veel makkelijker plaatsen. En het ziet er echt top uit. En zo. En dan zo. En dan moeten we nog eventjes bukken. En dan kunnen we, als het goed is, inderdaad hier ook nog wat trappetjes plaatsen. En kijk, we hebben onze trap gewoon af. Alleen ben ik nog niet zo blij met deze zijkantjes. Wat gaan we daaraan doen? Misschien kan ik hier even twee pilaren maken en kijken of dat er mooi uitziet. Ja joh, ik vind het helemaal prima. Ik vind het er top uitzien. Ik krijg alleen wel heel erg veel honger van al dat bouwen hoor. En ik denk dat ik deze pilaren gewoon helemaal even tot boven gaan maken, want ik heb nog een heel erg vet idee wat ik dadelijk ook nog kan doen. Hoppakee, even kijken of dit er vet uitziet. Nou, op zich, ik vind het best leuk. Kijk, dit ziet er best vet uit, denk ik. Met die walls heb ik gebruikt en ja. Oké, dit is top. Hier kunnen we ook een hele hoop chesten kwijt en vanaf hier kunnen we natuurlijk ook lekker ons balkonnetje bekijken. Kijk eens even wat prachtig, joh. Ik vind deze chestenkamer er tot nu toe echt heel erg vet uitzien. En nu komt het belangrijkste gedeelte van het bouwwerk en dat is het ophangen van lampen. Nee, grapje, dat is natuurlijk niet het belangrijkste, maar het ziet er wel heel erg goed uit. Het belangrijkste van dit bouwwerk zijn natuurlijk de chesten. Want die gaan we heel veel nodig hebben. En ik vind
vind het best leuk, want we hebben nu een aantal plekken hier zo in dit bouwwerk. We hebben hier een hoekje, hierboven hebben we plek, hier natuurlijk ook. En we kunnen hier dus heel erg veel gedeeltes maken. Dus laten we zeggen dat we hier uiteindelijk het hout gaan neerzetten zo. Oh, wacht, deze chesten moet je natuurlijk anders plaatsen in 1.19. Dat was ik weer even vergeten. In een vorige update ging dat namelijk allemaal een stukje anders. Oké, oh, doe ik het weer fout? Maar kijk, hier hebben we nu een aantal chesten staan en dat ga ik aan deze kant natuurlijk ook even lekker doen. Kijk, nu hebben we hier ook een hoop chesten. Hier wil ik ook nog even een hele hoop chesten gaan plaatsen. Zo, hoppakee. En hier doen we er ook gewoon nog een paar. Hier hebben we nog een muur om allemaal chesten neer te zetten. Hoppa. Hier kunnen er op zich nog wel even wat staan zo. En aan deze kant ook gewoon. Waarom ook niet? En hier ga ik er trouwens meteen ook even een paar neerzetten. Zo. En ik heb hier nog even twee muren gemaakt. En hier tegenaan, ja, je gaat het gewoon niet geloven, ga ik ook weer even een hele hoop chesten plaatsen. Want dat hebben we nou eenmaal nodig. Dit wordt echt top. We hebben zoveel ruimte dadelijk. En ik heb de chesten neergezet en het even mooi afgewerkt met deze spruce trapdoors. En ik vind het er oprecht best wel ziek uitzien. Ik denk alleen wel dat dit blok even twee chesten kleiner moet, want dan kan je veel makkelijker de trap op. Dus dat ga ik wel even fixen. Sorry chesten. Kijk, dit is beter. Nu kun je gewoon lekker makkelijk de trap op en heb je genoeg ruimte. En ik vond de trapdoors zo ontzettend vet dat ik het gewoon even lekker overal heb gedaan. Dus hier zit het allemaal. En ik heb ook nog op sommige plekken wat stripped spruce wood neergezet. Dat vind ik ook wel dik. En als we nou hier naar boven gaan, heb ik dat ook hier gedaan. En aan deze kant gedaan. En hier gaan we echt heel erg veel ruimte hebben. En nu komt het langste en saaiste proces. En dat is overal item frames ophangen met ja, een blokje erin. Wat er uiteindelijk in moet. Dus dat ga ik maar gelijk even doen. En dan ga ik het een andere keer allemaal sorteren. Want ik moet ook nog mensen in het museum zetten. Zoals jullie kunnen zien, is het af. Ik heb zelfs al wat lime concrete powder toegevoegd. Ik vind het wel een vet effect hebben. Ik moet misschien alleen nog wel even van dit soort gras hier plaatsen. Maar ja, dat kan later altijd ook nog. Maar ik heb ook alle item frames geplaatst. Zoals jullie misschien al een beetje kunnen zien. En hier staat bijvoorbeeld cobblestone en deep slate. En hier heb je allemaal dingen die je van monsters krijgt. Hier moet nog allemaal hout in. Hier moet dirt in. Hier heb je diamonds, gold, iron, coal. Allemaal dat soort dingen. Hier hebben we wool, TNT. Allemaal spullen om mee te trollen, zeg maar. Hier allemaal spullen om wapens mee te maken. Enchanting spullen, tools, armor. Wat hebben we hier nog? Bloemen. Allemaal farm dingen. Allemaal lekker eten. En aan deze kant hebben we wat meubels. En hier wat redstone dingetjes. En hierboven hebben we het asfalt waarmee we de wegen maken. Dat is natuurlijk heel erg handig om in de chest bij elkaar te hebben. En hier hebben we auto-onderdelen. Ja, niet dat ik het allemaal hierin ga doen. Want dan kan ik natuurlijk helemaal geen auto's meer verkopen. Maar als iemand een keer een onderdeeltje nodig heeft, ja, dan mogen ze dat wel van me hebben. En hier heb ik een vuurwerkding en een elytra neergezet. Want vuurwerk gaan we natuurlijk heel erg veel nodig hebben als we met de elytra gaan vliegen. En hier hebben we nog twee rijen met lege chesten waar we ook nog van alles en nog wat in kunnen doen. Ik ga in ieder geval straks nog al de spullen sorteren hierin. Of misschien doe ik dat liever een keer met Mick de Pro en de Noob samen. Want op die manier kunnen we alles wel heel erg goed ordenen, denk ik. Maar goed, het is tijd, zoals ik beloofd had natuurlijk, om wat namen hier in het museum te zetten. Mocht je nou ook op deze muur willen, dan moet je even abonneren en een reactie achterlaten met ik ben geabonneerd. En dan kun je kans maken om op deze muur te komen. Oké, maar goed, laat ik maar even wat bordjes pakken en dan gaan we gewoon meteen van start. Zoals jullie kunnen zien staan er weer twee rijen op de muur. Nogmaals, wil je er nou bij komen? Laat het dan even hieronder weten in de reacties met de reactie ik ben geabonneerd. Als je dat achterlaat, maak je kans om erop te komen. De volgende aflevering ga ik weer mensen op de muur zetten. Dus dat wil je niet missen. Klik hier als je wilt zien hoe ik met Mick de meest veilige bunker ooit heb gemaakt. Vergeet zeker niet even te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En abonneer ook even op Mick's kanaal. Want daar ga je ook heel veel survival video's zien. Dus klik nog even snel op deze video. En dan zeg ik nog maar één ding. En dat is later. Doei doei.